Ongetwijfeld zijn er vragen. Van onder opzetten bericht. Dank voor uw boeiende lezing. We weten dat het chronisch dagelijks gebruik van cannabis leidt tot een amotivationeel syndroom, waarbij men zeer relax alle deadlines uitstelt en er losjes doorgaat. Mijn vraag is eigenlijk, ik heb u weinig horen vertellen over het verslavend effect. Is het verslavend? Zijn er fysieke ontwenningsverschijnselen? Zijn er psychische ontwenningsverschijnselen? En hoe moeilijk is het om ermee te stoppen? Ja, ik wil even nog eens duidelijk zeggen, de studies die het voor medicinaal gebruik hebben opgevolgd, laten relatief weinig nevenwerkingen zien. Wat recreationeel gebruik betreft, zeker bij jonge mensen, is er verslaving die vooral psychische verslaving is. Wat is een verslaving? Dat je op een bepaald moment, als je stopt, dat je op een heel, laten we zeggen, ongecontroleerde manier of niet te verantwoorde manier op zoek gaat naar het product. Dat je op alle mogelijke manieren toch gaat proberen om het product te gebruiken. Dat is craving, dat is verslaving. Vroeger werd dat wel eens een keer in twijfel getrokken en werd er gezegd dat het veel sterker voor roken en voor alcohol. Dat is ook wel zo, omdat de lichamelijke verslaving of verschijnselen zijn wel eens beschreven, maar zijn in elk geval vrij kortstondig. En toch zeker niet zo erg als bijvoorbeeld bij alcoholgebruik. Bij roken is het ook relatief. Hè. Dus een paar dagen dat je wel echt hoofdpijn of andere klachten hebt. Het is waarschijnlijk wel wat te vergelijken met roken wat lichamelijke ontwenningsverschijnselen betreft. Maar geestelijke verslaving bestaat absoluut. En dat is voor mij toch ook wel een reden om zeer terughoudend te zijn bij jonge mensen. Ik herinner me, ik heb eens eenmaal een verschrikkelijk verhaal gehad. Dat was een relatief jonge man en die was gaan zwemmen ergens. En er was een bal, maar daar zat aarde in. Ze gooide met een bal, dat ze dacht dat het een bal was, maar dat was bijna een kei. En krijgt op zijn hoofd, is verlamd. En een heel aantal. En daar heb ik wel ook cannabis omwille van chronische pijn voorgeschreven, maar dat is denk ik de enige relatief jonge persoon. Dus ik ben daar wel heel gevoelig aan dat fenomeen. Dus ik denk dat we daar moeten heel veel aandacht voor hebben. En dus minderjarige cannabis gaan voorschrijven is voor mij in principe not done. En Patrick, meneer vroeg dan naar het amotivationeel syndroom. Ja. Wat we daarmee bedoelen is zo'n beetje de stereotype stoner uit een Amerikaanse film. Gemakske, oh, moet dat vandaag? Hè? En dan is de discussie, komt dat door cannabis of is het omgekeerd? Is dat iemand die dan veel cannabis gaat gebruiken? Ja. Hetzelfde is gezegd van schizofrenie. Hè. Men heeft op een bepaald moment ook, of psychose, men heeft gezegd, mensen die gevoelig zijn om psychose te ontwikkelen, die gaan sneller ook cannabis roken. Ja, dat is toch een beetje een gemakkelijke uitleg. En ook hier voor het amotivationeel tongbreker gedrag, heeft men ook hetzelfde gezegd. Hè. Er zijn mensen die daar aanleiding voor hebben en dan ook gemaakt. Dus ik denk dat niet. Het is beschreven, maar toch vooral bij chronisch gebruik, mensen die toch dagelijks gebruiken, soms 2 tot 3 joints per dag enzovoort. Iemand die zo in de weekend eens een keer een joint gaat roken, die gaat er absoluut geen risico over hebben. Dus als je dat natuurlijk weken, maanden, jaren gebruikt, ja, dan is dat een probleem. Is de ontwenning dan eigenlijk louter het gevolg van de nicotine, waarbij het dan niet zou hebben als je het in pilvorm krijgt? Of geldt ontwenning ook voor mocht je te veel pillen slikken? Ja, ik weet niet dat bij pillen veel voorgeschreven. Zoals ik zei, is de kennis daarover is vooral van recreationeel gebruik. Roken, dampen. Maar dus als je dampt zonder nicotine, kan je ook afhankelijk worden. Het heeft eigenlijk met nicotine niet veel te maken. Allee, de combinatie zal natuurlijk
Maar ook zuiver cannabis gebruiken, we moeten daar niet onnozel over doen, kan verslaving veroorzaken. Ik denk dat mijn vrouw eerst was daar. Als chronisch pijnpatiënt krijg je heel veel zware pijnstillers. En baksters en de handen om je pijn onder controle te houden. Met heel veel nevenwerkingen. Ik hoor heel veel nevenwerkingen hier, maar de nevenwerkingen van de gewone pijnstillers zijn soms even erg. Nu is mijn vraag, zou die, als ik uw nevenwerkingen hoor, ik zou liever uw nevenwerkingen van de cannabis willen, dan de nevenwerkingen die ik nu heb met de pijnstillers die ik moet nemen. En nu is mijn vraag, hoe zit dat dan reglementair met de wet? Want als mijn baksters niet meer werken, is er geen alternatief voor mij. Ketamine, maar dat vind ik nog erger dan vandaar dat ik niet om te luisteren, dan eventueel cannabis. Maar mijn vraag is, hoe zit het met de wetgeving? Als ik van u of van een andere dokter een voorschrift krijg en ik kom met een poppetje en de politie houdt mij met mijn poppetje tegen, ik heb dat voorschriftje niet meer, hè. En Magie de Klok schrijft een wet voor de productie, maar niet voor de patiënt. Wat kan ik misschien als potentiële patiënt, al ik hoop het niet dat ik blijf werken zoals ik nu ben, maar het risico loopt zich elke 3 maanden. U gaat het bevoorraden in Nederland? Nee. Oké. Okay. Nee, hypothetisch, ja. Ja. Wel, ik kan er geen oplossing voor geven. Hè. Dus de enige toegelaten vorm van cannabis is de Sativex, hè, dus de spray, maar ontzettend duur. En ook alleen op één bepaalde indicatie. Dus als je als patiënt een gecontroleerd product wil gebruiken, dan moet je naar Nederland. Ik heb geen enkele andere oplossing. Theoretisch, hè, zou je een aanvraag kunnen indienen binnen de Schengen-akkoorden om het vervoer van cannabis te regelen, maar de kans dat je daar een toelating voor krijgt is klein, dus ik zou daar niet aan beginnen. En moeten we gewoon vaststellen dat op het moment dat je dat transporteert, want het gebruik van cannabis is niet verboden, hè, het is het bezit en het vervoer, maar als je thuis cannabis gebruikt en het erna terug even niet meer hebt, hè, dat is niet, op zichzelf niet verboden. Ik heb nog nooit een patiënt gehad die in de problemen is gekomen. En ik zeg ook altijd, maak een kopie van het voorschrift. Moest je betrapt worden met de druppeltjes of met de flosproduct, en je kan laten zien dat het op voorschrift is, dan denk ik niet dat men u gaat vervolgen. Het is ook het bezit van niet te hoge dosissen, heeft ook het laagste vervolgingsbeleid. Dus men maakt een PV op, maar men doet er eigenlijk verder niks mee. Dus eigenlijk vind ik niet dat we daar nu moeten overdrijven. Als je een arts hebt die het voorschrijft en je gaat halen in een apotheek, dan denk ik niet dat je in de problemen gaat komen. Dat zit eigenlijk in het gedoogbeleid. Ja. Dat is inderdaad niet de regel. Dat is het gedoogbeleid. Kun je zelfs via internet bestellen. Ik zeg ja. Nu... Wij raden medicatie via internet af. Maar ik ben ook een geneesheer en Johannes een filosoof. Ik wil even op mevrouw inpikken. Ik werk nu niet bij de politie, maar wel bij de douane. En er zijn al gevallen geweest van mensen met controle. En die eigenlijk met juridische achtergrond en met... medische motivatie van medisch expert, huisarts in de meeste gevallen, dan eigenlijk toch
wat ze hebben meegekregen als proces of dergelijke, hebben kunnen niet verklaard krijgen. Ja. Ja. Maar ik moet... Ja. Ik moet zeggen dat ik onlangs ook nog door iemand ben benaderd om zijn recreatief gebruik te medicaliseren, maar dat heb ik toch geweigerd. En ik heb ook één keer voorgehad dat ik in één keer een schrijven had van de orde en dat er een inval was geweest bij een man die bij mij was geweest, die volgens mij een klacht had, maar die misschien ook voor een stuk verzonnen was. Maar die man had dus naast mijn voorschrift ook nog een stuk of 100 plantjes bij hem staan. Goed, het was duidelijk dat hij mij toch een beetje misbruikt had. Maar normaal gezien, 99, allez, zoveel patiënten heb ik ook niet, maar ik heb wel het gevoel dat de meeste mensen echt wel ernstig zijn. Maar uit een studie blijkt ook wel, hier in Gent gedaan, dat de meeste mensen die cannabis gebruiken voor medische redenen, dat die in het verleden ook cannabis hebben gebruikt voor recreatief, op recreatieve basis. Ja, dat is wel een beetje raar. En daarom denk ik wel dat er een grijze zone is van mensen die zeggen ik heb hoofdpijn en iemand anders zal een paracetamol nemen en dat die dan misschien wel meer geneigd zijn. Ja, ik kan nog eens een keer een joint nemen of ik kan nog eens een keer cannabis gebruiken. Dus we hebben daar wel een wat grijze zone van overlap. Maar goed, dat is gewoon zo. Bedankt voor deze interventie van de douanier. Ik heb twee heel korte vraagjes. Een eerste vraag is, zijn er kwakzalvers die homeopathische cannabis verkopen? En nu een serieuze vraag. Je spreekt over evidence-based medicine. Oké. Er is ook model-based medicine. Zaken waarvan dat je op basis van redelijke argumenten kunt denken dat het zou helpen. Zijn er domeinen waar dat er tot vandaag geen onderzoek gebeurd is, maar waar dat je zou zeggen, redelijkerwijze zou daar onderzoek moeten over gebeuren, want er zijn goede redenen om te denken dat er eventueel een effect kan zijn? Ik kan er zo geen opnoemen, maar ik heb bij de studie voor mijn boekje vastgesteld dat het terrein waar cannabis gebruikt is voor allerlei medische toepassingen, dat dat wel heel breed is en dat je bijna niks kan verzinnen waar het niet voor onderzocht is. Ik vrees dat het nog niet onderzocht is voor de ulcera op de onderbenen waar mijn patiënten het nu voor gebruikt. Ik heb het nergens gezien. Misschien moet ik het toch wel eens een keer echt gericht gaan zoeken. Maar nee, ik weet het niet. En wat de homeopathische cannabis betreft, gelukkig heb ik die nog niet tegengekomen. Ik kan meneer geruststellen. Ik heb het even opgezocht in de Materia Medica, wat een beetje het naslagwerk van de homeopathie is. Cannabis sativa, urinaire, seksuele, respiratoire klachten, het gevoel van lopend water in zich, grote vermoeidheid, stikken, stotteren, verwardheid van denken en spreken, en zo nog een paar pagina's. Daar helpt het dus voor. Dus, allen daarin. En het is... Ja, dus homeopathisch. En zelfs zonder de hulp van meneer de douanier, geen problemen natuurlijk. Hè. Trouwens ook voor CBD-olie. Er is onderzoek gebeurd en het verschil in dosering was enorm. Hè. Dus wat je in allerlei winkeltjes koopt... Als er 10% op staat, kan ook 2% in zitten en omgekeerd. Vandaar ook, zelfs als je CBD-olie, als je daar denkt goed mee te zijn, het is misschien toch ook wel goed om het bij de apotheker te kopen. Ja. Mijn vraag sluit eigenlijk aan bij de vorige vraagsteller. U had daarnet al gezegd dat er best wel wat wetenschappelijk onderzoek verricht is, maar dat de kwaliteit over het algemeen te wensen overlaat. Nu, dat lijkt mij vooral koren op de molen van de kwakzalvers langs de twee kanten. Hè. Zowel van de believers als van de tegenstanders die er hun eigen profijt uit halen. Nu, ik kan me voorstellen dat gedegen wetenschappelijk onderzoek vooral veel fondsen nodig heeft. Politieke wil ongetwijfeld ook. Het is toch een debat dat, denk ik, breed gedragen wordt in onze samenleving. Hoe komt het dat er geen
wetenschappelijke instellingen zijn die daar wel degelijk onderzoek naar verrichten, waar we dan misschien echt wel eens meer zouden weten hoe het nu zit. Ja. Natuurlijk, het debat is heel breed. Hè. Er zijn mensen die vinden dat we vanuit de overheid, ook voor klassieke medicatie, dat we meer onderzoek met openbare financiën zouden moeten doen en dat de firma's die het dan uiteindelijk verdelen, hun winstmarges enorm zouden kunnen doen zakken. Want nu heb je eigenlijk een... Men vraagt wat men wil geven en dat geeft aanleiding tot toch wel echt misbruik op dat terrein. Dus, en soms is er ook onderzoek dat vanuit de universiteiten komt en dat dan toch gepatenteerd wordt en waar mensen dan rijk van worden. Er zijn uitzonderingen op. Nu, wat cannabis betreft, ja, hebben we inderdaad een probleem. Het kan niet gepatenteerd worden, dus misschien te weinig firma's die kennis van zaken hebben, die weten hoe je goed onderzoek moet opzetten om dat te gaan doen. Ik doe een suggestie. U kan een aanvraag indienen bij het KCE. Ja, dus het KCE maakt elk jaar toch 6, 7 miljoen vrij en doet het nu samen met ZonNW van Nederland. En je kan daar projecten indienen, dus voor goed wetenschappelijk onderzoek, waarvoor geen andere middelen zijn. En dat is eigenlijk wel, dat zijn publieke middelen. Maar je moet dan toch een redelijk dossier hebben om dat in te dienen. Maar misschien is het een idee dat dat wel eens kies om. CBD, dat is dan niet zo gevaarlijk. Kan je daar dan veel meer van nemen? En wanneer is te veel? Hoe ziet je dat dan? Wat CBD betreft, nu, in het algemeen heeft cannabis een heel grote veiligheidsmarge. Dus je moet al echt heel veel cannabis nemen om daaraan te overlijden. Een van de veiligste producten die we kennen, paracetamol, dat we allemaal nemen, heeft een veel smallere marge. Dus je kunt 3 tot 4 gram nemen, maar neemt je 6 gram in, dan ben je al eigenlijk in de gevarenzone. Dus wat cannabis betreft, over het algemeen, ben je al helemaal groggy voordat het kwaad kan. Dus algemeen voor cannabis, veilig product. Op korte termijn, hè, dus heel de geschiedenis van verslaving is natuurlijk een heel ander verhaal, maar toxicologisch is het een veilig product. Wat CBD betreft, ja, wanneer is het te veel? Ja, je gaat er ook van in slaap vallen op de duur. Hè. Je gaat heel suf worden. Ik ben wel geschrokken van de doseringen die men gebruikte bij epilepsie. Dus bij kinderen met bepaalde vormen van epilepsie gebruikt men doseringen die echt wel hoog zijn. Tot hoeveel milligram per kilogram per dag? Het was toch 30 milligram per kilogram. Ja, het was eigenlijk vrij hoog, maar het staat in mijn boekje, denk ik wel. Dus ik ben er wel van geschrokken. Dus je kan vrij hoog doseren zonder gevaar. Maar ik zou niet met een auto rijden als je echt heel veel gebruikt. En zou ik toch ook altijd mee oppassen, ook met CBD. Maar in principe ga je geen roeseffect krijgen. Autorijden, hè? Ja. Dat is natuurlijk ook gemakkelijk zalven. Hè? Ja. In Nederland is er, maar dat is ook niet wettelijk geregeld, een beetje grijze zone, denk ik ook. Maar zoals ik zei, als je een week lang stabiel bent en je bent cannabis gebruikt en je functioneert goed, je kan alle handelingen stellen zonder dat je begint duizelig te worden, en dan zou je kunnen zeggen, kan je ook met de wagen rijden. Maar dat is een aanbeveling van Nederland. Als men u tegenhoudt met de wagen of je doet een ongeval en men gaat dan bepalen, ja, dat is wel moeilijk. Hè? In principe, kan een agent moet hij ook uiterlijke kenmerken zien dat je onder invloed bent voordat hij een speekseltest gaat afnemen. Maar dat is ook het probleem. Hè? Je rookt cannabis en 5 dagen later wordt je tegengehouden. Ja. En het kan aangetoond worden zonder dat je eigenlijk nog effecten hebt. Ik heb misschien niet helemaal op je vraag geantwoord, maar... Eigenlijk is er geen gevaarlijke zone van CBD. Een beetje aansluitend op de vorige vraag. Als scepticus hebben we graag goede argumenten klaar als iemand met straffe beweringen komt aanzetten.
In deze context zou ik zeggen, als iemand zegt van kijk, ja, met die druppeltjes, de stepping stone theorie, voor je het weet zitten ze aan de cocaïne of de heroïne. Wat zou jouw argument in dat geval zijn? Goh, de beste remedie tegen stepping stone voor te beginnen, dat is nooit wetenschappelijk aangetoond. Dat je van het ene product dat je vindt, oh, nu doet het eigenlijk niet veel meer, nu ga ik iets straffer proberen. Dat is eigenlijk nooit echt wetenschappelijk aangetoond. Wat je natuurlijk wel hebt, als je in de loesje bar moet gaan cannabis gaan kopen, dat je daar ook gemakkelijk loesje dealers van cocaïne en andere producten hebt. Dus dat bestaat wel. En dat is eigenlijk een heel sterk argument om cannabis uit de illegaliteit te halen en het op een gecontroleerde manier te gaan laten gebruiken. In Duitsland is men nu eigenlijk vrij dicht bij een wetgeving. Volgens mij gaat ze volgend jaar van kracht worden, waar je, denk ik, 2 of 4 plantjes zelf mag kweken. En ook voor het bezit van vrij lage dosissen, op voorwaarde dat het ook in een clubverband is. Enfin, ik heb het heel kort beschreven, denk ik ook. Dus in Duitsland gaat men ook dus het recreatieve gebruik toelaten. Nu, de idee van mensen die daar voorstander van zijn, is kijk naar bijvoorbeeld alcohol en roken. We hebben dat toegelaten en eigenlijk weten we ook dat dat producten zijn die heel wat nadelige effecten zijn. En nu proberen we op alle mogelijke manieren terug te gaan reglementeren. Dus alcohol niet voor jonge mensen, roken niet voor jonge mensen, roken niet in bijzijn van kinderen en cafés en zo. Dus eigenlijk gaan we een beetje achteraf terug beter proberen te reglementeren. En dat is eigenlijk ook wel iets waar we kunnen uit leren. Als we cannabis zouden reglementeren, doet het dan ook onder bepaalde condities niet voor jonge mensen. Op gecontroleerde verdeelpunten, dat je weet wat er in het product zit en wat er niet in zit. Dus zo zou je wel op een gecontroleerde manier recreatief gebruik kunnen toelaten en dan hou je mensen eigenlijk weg van verdelers die ook graag wat anders verkopen. Maar de stepping stone geloof ik niet in. En er is geen evidence voor. Ik wou eventjes inpikken op de vraag van mevrouw er juist in verband met CBD en dosering. En is dat gevaarlijk op lange termijn? Ik vind dat belangrijk om het onderscheid misschien te maken tussen CBD en THC-bevattende producten. En in de praktijk moet ik zeggen, eigenlijk dat u mooi aangeeft, CBD is op zich moeilijk overdoseerbaar. Maar in de praktijk zien we toch op lange termijn met mensen dat zeker medicatie ook nemen op de lever kwalijke gevolgen. En dan denk ik dat het niet slecht is om te verwijzen naar de FSA in de UK, die dat een studie hebben gepubliceerd, waar dat zij zeggen, al jaar en dag eigenlijk, 40 tot 60 milligram per dag voor een volwassen mens. En dat hebben ze nu recent, een aantal weken geleden, naar 10 milligram per dag gedaan, als het op chronische basis gebruikt zou worden. Wat er eigenlijk heel weinig is, als we dat gaan vergelijken met de flesjes, met de milligrammages en de percentages dat er op de vrije markt verkocht worden, zou dat betekenen in de realiteit op lange termijn dat je maar 2 of 3 druppeltjes per dag zou mogen nemen van een gemiddeld flesje. Ik zit zelf in de sector en ik stel mij daar vragen bij hoe dat ze dat zo snel van 50, 60 milligram naar 10 milligram. Maar het heeft dus betrekking op de lever. En ik denk dat het belangrijk is om te vermelden aan mensen dat cannabis gebruiken bij bepaalde patologieën en die dat ook medicijnen nemen, dat de combinatie met medicijnen op de lever op lange termijn toch wel een effect kan hebben voor de metabolisering van uw medicatie, weliswaar. Hè. Ja. Interessante aanvulling. Het is mij onbekend. En ook uit de studies van het FAGG, die toch heel uitgebreide toxicologische studies hebben gedaan, is dat er niet uitgekomen. Maar het is mogelijk. Een laatste vraag misschien? Ja, over het wetenschappelijk onderzoek, over het effect van elk geneesmiddel, is er natuurlijk een probleem van de methode. Men moet wetenschappelijk gezien altijd grote groepen patiënten vergelijken
die het wel en niet genomen hebben. Maar als men te maken heeft met klachten, zoals pijn van verschillende oorzaak, of zoals MS, waarbij de individuele patiënten enorm verschillen en ook in de tijd enorm veranderen, dan wordt het zeer moeilijk om een significantie te bekomen van een grote groep. En dan krijgt men dus het fenomeen dat het gemiddelde van die groep misschien niet significant verschillend is, maar dat er natuurlijk wel mensen zijn die verbeterd zijn in die groep en anderen die niet verbeterd zijn. En daar kan men dan officieel geen conclusie uit trekken. En dan krijgt men dus een negatief of een nietszeggend resultaat, terwijl er toch eigenlijk mensen zijn die er voordeel bij gehad hebben. En natuurlijk is dat een objectief voordeel. Gaan ze langer leven? Dat, ja, dat kan men niet zeggen, want dat is zo individueel. Maar ik verwijs natuurlijk ook naar het placebo-effect dat we kennen. Het placebo-effect bestaat, men kan dat niet goed verklaren. Maar mijn conclusie zou dan eigenlijk zijn, als de individuele patiënt zich er beter bij voelt en het is niet levensgevaarlijk, en dan bedoel ik natuurlijk niet zoals fentanyl of zoals morfine, dan zou ik het toch niet tegenhouden natuurlijk. Ja. Op uw eerste stuk van uw redenering klopt niet helemaal. Hè. Dus als je natuurlijk zou zeggen, je hebt 100 patiënten en u hebt helemaal gelijk dat die individueel heel erg verschillend kunnen zijn, je zou zeggen, gemiddeld genomen daalt de pijn, hè, misschien maar zo weinig, dan heb je gelijk. Hè. Dan is dat geen goede manier van wetenschap. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, hoeveel patiënten hadden minstens 30% of 40% reductie van de pijn. En dan ga je wel zien dat zelfs in een zeer diverse groep je ziet dat er misschien 10, 15 op 100 wel een significante reductie hadden van de pijn. En op die manier hebben wij ook ons onderzoek gedaan naar effect van cannabis bij chronische pijn. En vandaar dat ik gezegd heb, voor een kleine groep kan het effect hebben. Maar iedereen die bij mij komt, zeg ik, ja, de kans is heel groot dat het bij u niet gaat werken. Ik denk dat we daar ook eerlijk moet erin zijn, maar ik mag het ook niet te veel benadrukken, want dan krijg je een nocebo-effect en dan ga je op een duur de verwachting zo negatief bijstellen dat het niet gaat werken. Maar toch, objectieve informatie is nodig. Maar dus, met uw probleem is in de studies toch wel wat rekening houden. Twee, baat het niet, of baat het niet, het schaadt niet. Oké, dat in de samenleving kan je zeggen, we laten het toe. Maar natuurlijk, als wetenschapper moet je toch eigenlijk, of als arts, als je iets voorschrijft, moet je toch ook wel weten of dat het werkt of niet. Je kan hetzelfde zeggen over homeopathie. Sommige mensen voelen zich daar beter bij. Maar we weten toch quasi zeker dat het een puur placebo-effect is. We kunnen mensen toch slecht iets duur laten betalen als we geen bewijs hebben dat het werkt of niet. Maar als iemand op individuele basis ja, dat koopt, en het is vrij CBD-olie en ze voelen zich daar goed mee, ik ga ze niet achtervolgen. Hè. Maar ik zeg maar dat we van heel weinig evidence hebben. Ja, ik bedacht natuurlijk dat er zijn nog veel andere geneesmiddelen die artsen voorschrijven en waarvan men op voorhand ook niet weet of het bij die patiënt zal werken. En als die arts dan heel slim is, dan controleert hij dat en verandert eventueel nadien. He? Dat is in de werkelijkheid zo. Maar ik wil het toch nog eens een keer heel duidelijk stellen. Ik zie heel veel mensen met chronische pijn die een cascade nemen van producten, en producten met veel nevenwerkingen, en die zelden in vraag worden gesteld dat mensen soms 3, 4 producten nemen en nog veel pijn hebben. En die niet gestopt worden, dat is hallucinant soms. Hè. En producten met dezelfde therapeutische range als cannabis. Dus vandaar ook dat ik durf zeggen, ja, we hebben zo weinig goede producten voor chronische pijn, we moeten durven het gebruiken als mensen er nood aan hebben. Ja, oké. Okay. Ik denk dat er nog wel wat vragen of bedenkingen zijn en dat mensen misschien nog een beetje willen napraten. Dat is zeker mogelijk. Daar vanachter in de hoek kan je het boek kopen aan €20. En Patrick is hier nog eventjes om te signeren,
om vragen te beantwoorden. Achteraan kun je daar ook nog wat drugs kopen of wat... ik heb er al ook een paar binnen, of wat water, dat kan ook. En dan kunnen we wat napraten, ideeën uitwisselen. Dus blijf nog eventjes, spreek ons aan. Zeg, en de jointhoek, waar is die? Wel, als je het mij kan vertellen, ik ga mee. Ja, inderdaad. Zowel Quint Essence, je moet maar een keer kijken, organiseert nog dingen, maar Skep organiseert ook regelmatig wat zaken. In januari, een zaterdag, is het 18 of 20? Bekijk het op de Skep-website, skep.be. Organiseren wij een studiedag, de magie van het kritisch denken. 20, ja, een studienamiddag, waar een viertal sprekers komen. Philip van Beurden, Johan Braakman, Tyson Peters en nog iemand. En het gaat eigenlijk gewoon over hoe onze zintuigen kunnen bedot worden. Is voor iedereen toegankelijk, vooral voor leerkrachten en aanverwanten. Maar, en het is in de House of Mysteries hier in Gent. Alleen al de locatie is betoverend en al de moeite om te komen eigenlijk, los van de interessante mensen die zullen spreken. Ja, dus ja, zoals Johan zegt, bijna zo mooi als hier. Ben je verder geïnteresseerd? Spreek ons aan. Wij hebben flyers, wij verkopen boekjes en er is lekkere drank en interessante mensen om vragen aan te stellen. Dankjewel. Goedenavond.